champion, ja, een beetje een soort van champion spotlight. Dit keer van Lucien. En dan moet ik gewoon even spieken wat zijn tweede naam is. Want zo lang ben ik nog niet eens thuis. En je kan meteen aan de slag voor een nieuwe champion spotlight. Wat natuurlijk gewoon prachtig is. Want ik dacht dat ik ben 2 weken weg geweest bijna. Helemaal niks nieuws over een champion. Dat kan niet. Dat kan ook inderdaad niet. Want we hebben nu wel een nieuwe champion. En hij heet... Lol. Wat slecht. Ik kan het hier niet eens zien. Ik ga gewoon even hier spieken. Lucien. The Purifier. Dat is zijn naam. Je krijgt tegenwoordig geen balkje meer te zien van het connecten. Want ik ga jullie nu... Want jullie zien nu zijn plaatje. Maar we gaan nu dus even kijken naar de scene. Zo. Dan zouden jullie, als het goed is, nu zometeen. Ja. Rapje, nu. Oké. Okay. Je ziet dat er nu geen laadbalkjes meer staan. Dat is ook nieuw. Oh, lol. We zijn al ineens geconnect. En even het geluid wat harder zetten. Want ik wil natuurlijk wel dat jullie hem goed kunnen horen. Zo. Het is een AD Carry. Die... Wow. Hij loopt echt heel erg sloom. Dus het lijkt me een hele slimme om te beginnen met... boots en pots. Pots. Go ahead. Nu loopt hij nog... Nu loopt hij net zo snel als Riven op level 1. 355 met boots. Ai. Dat is best wel sloom. Ik ga even vragen hem of we allebei op een aparte lane gaan. Dan kan ik jullie wat beter laten zien wat hij doet. En dan gaan we maar meteen even beginnen met zijn passive. Zijn passive is wanneer je iemand raakt met een spel, dus een van deze vier. Dan doet de volgende basic attack, schiet 2 keer. Waarvan de tweede schot... 28 damage deal. Dat is eigenlijk een vast percentage. Ja, het is geen percentage, maar gewoon een vast aantal damage die hoe verder je levelt, hoger wordt. Want anders zou je, wanneer je bijvoorbeeld 700 AD hebt, dan zou je dus echt veel sneller iemand kunnen killen. Dan zou eigenlijk niemand anders jou kunnen killen. Behalve als je gestunt wordt. Bijvoorbeeld door Lulu of ja, dat is niet echt een stun, maar goed. Ja, dus de tweede schot die schiet 2 keer, waarvan de tweede iets minder damage doet. Maar nog steeds zeker wel handig. Aangezien je zijn spells niet zo mega veel mana kosten, kun je best wel spammen af en toe. Ik weet niet hoeveel cooldowns. Nee, het is niet echt spammen. You don't have the heart. Nogmaals, ik heb er net 1 keer ingelezen. Ik weet een heel klein beetje wat de spells doen. Voor de rest weet ik het echt nog niet. Zijn Q is een eigenlijk een soort van kleine luxe ult. I've got a cure for that. Die ja, niet zo mega lang is, maar... Iedereen die daarin... Ik zal wel een keertje doen. Oh. Is dat een keymine? Wat is dit? Oh, dat zie je nou altijd, hè? Jawel, hij staat gewoon goed. Some call it magic. I call it... Oh, je moet hem heel kort houden. Nou, je ziet dat... even kijken... Ah ja, het is gewoon een iets dat damage dealt, wat pittig veel damage kan dealen volgens mij. Ja, het is niet echt een hele bijzondere spel, maar... Goed, zijn W. Ik ga maar meteen daarmee verder, die weet ik wel. Dat is eigenlijk een soort van Jace Q. Die iedereen die geraakt wordt op de bol markt. Ik weet niet of dat ook bij minions is. Jawel. En als je die raakt, dan krijg je een boost. Langs je markt blijven. Oeh, dat is nog best wel lang. Nou ja, dan krijg je een movement speed boost. Dan hebben we de E, die heb ik net gepakt. Dat is eigenlijk een soort van Draves E. Je dasht. En elke slow die op jou zit, gaat eraf. Dus als jij gesloten wordt... Ik weet niet of dat ook bij Exhaust is. Dat moet ik dus wel eventjes een keertje testen. Of dat bij Exhaust ook zo zou zijn, want dan heb je dus gewoon een, eigenlijk een, ja, hoe heet dat, een, ik ben op vakantie geweest jongens, een summoner spel geblokt.
Even kijken of dit nog meer. Ja, als je met je ulti iemand killt, dan is de cooldown op je E weg. Nu zie je best hoog, 18 seconden geloof ik. Ja, ja. Nou, dan ga ik nu even levelen, zodat ik jullie de ult kan laten zien. Ik woon in Nederland, dus de PBE heeft een beetje lag in mij. Ik denk niet dat jullie daar veel last van hebben. Ik wel. Af en toe nog eens een ability laten zien. Just another corpse. Maar volgens mij moet ik met mijn ulti wel naar hem toe, aangezien ik die echt op iemand moet mikken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Er zit iemand anders in mijn game, net als de vorige keer met Udyr, aangezien er zoveel mensen nu dit poppetje aan het spelen zijn op de PBE. Dat iedereen Lucien natuurlijk wil. En dan komen er eigenlijk te veel custom games vandaag. Ja. Go ahead. Oh jongen, hoe moet je dat nou? Het is helemaal niet lief. Oké, hij raakt dus wel. Als je minions raakt, gaat die bol niet verder. Dat is eigenlijk net zoals bij Jace. Purity and peace. Nou, nu zou je toch onderhand wel wat meer denken. Het is wel handig bij het farmen. Er zal ook wel weer een leuke farmmethode op worden gevonden. Hij heeft trouwens wel meer AD. Wow. Nou, dit is even saai, level 6. Ik ben bijna level 6. Nou ja, nog niet eens, maar... ja, ik heb de lore eigenlijk niet gelezen, dus ik kan jullie weinig achtergrondverhaal vertellen op het moment. Ja. Ik kan wel wassen vertellen wat ze ulti doet. Je target iemand, geloof ik. En dan ga je gewoon in het wilde weg schieten. Je kunt ondertussen je E blijven gebruiken. Some call it magic. Ja, dat is eigenlijk een beetje testen. Even kijken. Lucian moves freely while firing rapidly a single direction. Oké, die hield ook magic damage. Ja, dat is wel. Skills with attack speed. Dus als je meer attack speed hebt, dan schiet hij sneller. Oké. Klinkt OP. Klinkt als een Phantom Nest level 1. Yeah. Oké. Ik weet niet of het lukt. Maar... Ja, zie je een. Het duurt maar een paar seconden. En als je nog niet zo heel veel. Attack speed hebt, dan gaat het ook niet meer snel. Kan ik nog meer laten zien? Nou ja, eventjes hem van dichtbij. Dus eens kijken of ik wel aan het opnemen ben. Dan zie ik nog wel eens gebeuren dat het niet werkt. Nou, dan gaan we eventjes de. Ja, de joke doen en de. Taunt en alles. This is my happy face. See? You don't have the heart for this. I'll have no trouble killing you. And less trouble killing you again. Death is a mercy. And I have enough mercy to go around. Your turret has been destroyed. Oké, zo lach is niet echt helemaal geweldig. And they say I have a grim sense of humor. No, really. I am smiling. Oh, hij schiet een smiley in de grond. Oké. Dat ziet er ook best wel logisch uit. Oké, je moet iemand targeten. Je kan anders je Q niet doen. Oh, hij gaat hem op de attack speed versnelling zetten ofzo. Nou goed. Ik ga er één keer mijn ulti een beetje laten zien hoe het nu een beetje werkt. Ik weet niet of mijn passive van mijn E ook werkt. Oké, ik weet al wat ik bedoel. Je bent freely to move. Je betekent gewoon dat je... Ja, je kan in principe gewoon lopen. Je kiest een richting, daarin schiet je. En dan kan je gewoon lopen. Dus ja, als er een hele wave... Of ja, als er gewoon een teamfight bezig is en jij dasht eruit en je doet je ult en je schiet een beetje in het rond, dan kan dat best veel damage doen.
Zoveel, om precies te zijn. Hij doet nu 13 schoten en als je die op één iemand mikt, dan is dat 535 damage. The past is en die op 300% toen minions. Dus dat vind ik best wel OP. Maar goed, ik denk dat dit voor nu wel is. Lucian, de Purifier. Hij heeft een aantal mooie spells. Sorry dat het soms wat langer duurde, want ik heb deze champion natuurlijk ook nog nooit gespeeld. Ik kom net thuis van vakantie. Ik zet mijn computer voor het eerst aan en ik zie dat er een nieuwe champion is. Ik dacht, wow, dit moet natuurlijk meteen op het kanaal. Voor jullie, dat jullie het met een mooie Nederlandse stem. Ja, als hij mooi of niet mooi is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, met een Dutch, Nederlandse stem kunnen horen wat hij doet. Sommigen vinden dat fijner dan een Engels filmpje, sommigen niet. Maar ja. Ik ga momenteel dood aan minions. Ik ben te ver ingezoomd. Nou, dit was dus de preview van Lucian the Purifier. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen zien wat hij kan. Helaas is het nog niet bekend wanneer hij uitkomt. Dat is altijd het leuke van League of Legends. Nooit zeggen ze wanneer hij uitkomt. Maar dat maakt op zich niet uit. We kunnen er naartoe kijken. Hij is een speler op de PBE. Heb je een PBE-account, dan kun je hem dus spelen. Ik zou wel zo snel mogelijk inloggen, want er staat een queue. Daar wil je niet weten. Voor nu, bedankt voor het kijken. Deel deze video met iedereen die je kent. Want iedereen wil toch weten hoe Lucian de Purifier in elkaar zit. Tot de volgende keer.